Hallo iedereen, ik ben Deonet. Ik sta vandaag in een categorie in bij 32, aflevering 25. En. Ja. Ja. Uh, ik leef nog steeds. Na uh, uh, 61 aanvallen. Want je kunt zien van boven. Staan er 61 aanvallen. Um, dat ik heb binnengat. En er zijn er nog 253 die gaan aankomen. Een serieus aantal. Maar. Uh, wat wil ik nu zeggen? Vooral. Uh, die aanvallen zijn tot nu toe, en ik veronderstel dat de rest ook zo zal zijn, uh, of toch een deel ervan, zijn fakes. Uh, dus ik heb 61 aanvallen gehad en het grootste merendeel fakes, fakes, ofwel verkenningen ofwel aanvallen met 25 katten, maar eigenlijk puur fakes. Wat heel positief is, een positief nieuws is natuurlijk, want we zeggen dat ik... Amper toppen ben verloren. Misschien hier en daar één speervechter uh, Of hier ja, een zwaarvechter. Het is gewoon uh, bijna niks qua verliezen. Dus uh, ik word aangevallen door Lunatic. Uh, wie hebben we nog? We gaan even kijken naar Aankoons. We hebben uh, Bizdelux. Uh, die, moet... die komt aan binnen twee dagen qua aanvallen. En dat is uh, misschien fakes, misschien echte, daar weet ik niet zoveel van. En dan hebben we Professor Kist. Um, daar zijn twee aanval op dorp. En ik heb kunnen opvangen dat dat ongeveer allemaal fakes zouden zijn, maar zo zeker ben ik daar nu ook niet van. Maar toch, uh, het lijkt er toch positief te zijn, dat het fakes zullen zijn, als het fakes zijn ga ik op zich niks verliezen uh, ik heb ook een troepenverplaatsing die gebeurt um, van dorpen die worden aangevallen en zo. dus dat is nu niet direct het, <coughs> het grootste probleem <coughs> daar blijft één nog um, ik kan zeker dus vast wat regelen om uh, te verzorgen dat ik geen troepen zou verliezen of een minimum ervan <coughs> dus toch uh, na eentjes een lichte paniek voor de vorige aflevering dan hebben we gezien van de vele aanvallen binnen te krijgen want het zijn uh, er toch heel wat uh, voelt het toch wel beter als je ziet dat je 60 aanval hebt kunnen tegenhouden, bij manier van spreken het waren toch allemaal fakes maar toch uh, het dient toch voor iets? Ik heb weer mijn premium account aan. Ik weet niet meer of ik dat de vorige aflevering had. Maar ja, nu wel. We kunnen ondertussen ook de politieke kaart bekijken. Dus wie dan mij aanviel is deze persoon. En dan uh, leden van deze stam. Dus uh, team. Uh, de sterkste stam van deze wereld. Onze ongeveer de grootste vijand dat er is. Uh, voor iedereen die niet in die stam zit. Want uh, ze hebben heel veel macht. Dan hebben uh, we allemaal bondgenoten hier. Uh, tweede grootste stam. Uh, wij zijn de derde grootste stam, als we eentje zijn de Engels. Geen kijker kun je dat zien. Uh, ik weet niet of dat, dat de vorige aflevering al was, maar onze stam is veranderd van naam. Han, uh, hand. Hand. Have a nice day. Uh, <coughs> kun je zien, er dat zijn dat is heel wat gezegd weer gestegen het feit van dat er leden uh, de stam hebben verlaten. En uh, nu komen er mensen bij van uh, deze stam. Uh, Uitroop tegen, uit op tegen, uit op tegen. Onkruid. naar, gaat iedereen van weg. Want ze komen ofwel naar onze stam. Of spijtig genoeg gaan ze naar de andere stam. En dat is dan team of team one, dat hun moraalbrekers zijn. Dus wij zijn een soort. ik zou het niet echt moraalbrekers noemen, maar toch uh, de tweede stam van. Harry. Dus de Buffalo Harry uh, is een beetje de hoofdstam zouden we dan zeggen, waar alle grote spelers in zitten en dan zijn wij het uh, een kleinere stam, maar toch een serieuze grote stam, uh, die een beetje ver waarvan dat je verdediging kunt verwachten, zoals uh, de is nu een persoonlijk bondgenoot, maar er zijn andere mensen die mij ondersteund hebben. Ogozo dat is iemand van mijn stam, heeft mij ondersteund, dus dat is heel uh, vriendelijk van hen. Want al wordt je aangevallen, uh, ik heb steun moeten vragen en uiteindelijk is dat redelijk snel gevolgd. Er komen nog veel ondersteuningen en niet meer zoveel proefprocessen tegenover, tegenover wat er gekomen is. Maar toch, uh, zeker als het bedenkt aan die mensen die mij ondersteund hebben. Want uh, als het nu allemaal echte aanvallen zou zijn, zou zijn geweest, dan was ik heel wat troepen al kwijt. Uh, wat, een minder, uh, wat minder goed nieuws zou zijn geweest. Maar ondertussen, uh, wat wil ik vooral uh, doen? Uh, en zeggen. Uh, ja, hier kun je niks doen. Lukt we zitten aan 9900. 97 tot nu toe uh, goudmunten, we hebben al zoveel geslaan wat een serieus aantal is, dus, uh, goudmunten en eigenlijk gaan we nog wat goudmunten slaan we gaan zelfs tot de 10.000 goudmunten gaan <coughs> en um, dat is een enorm aantal 10.000 goudmunten um, en wat moet ik daarbij vertellen ja, 10.000 goudmunten is toch al uh, heel wat hoeveel grondstoffen dat daarin zijn gestoken is enorm veel, uh, want meestal is dat 28, 30, 25 uh, 1000, uh, grondstoffen, dus hier is het wat min omdat ik een speciale vlag heb staan. maar toch hoeveel miljoenen grondstoffen dat er alleen zijn gestoken en dit allemaal voor uh, 114 dorpen, want ondertussen zijn er wel twee extra. Kunnen zien in opbouw heb ik nu deze dorpen die aan het opbouwen zijn. Um, normaal gezien zijn alle verdedigingsoproepen toch een groot deel van hier, zeker juist van niet. Um, constant aan het produceren qua troepen, want ik word aangevallen, dus even toch verdedigingstroepen nodig. Al zijn er heel wat fakes tussen, toch veel verdedigingstroepen nodig. Maar anderzijds, anderzijds um, enorm veel vooruitgang. Uh, Hoe lang ben ik hier al? bezig toch al een tijdje een paar maanden heel actief op deze account en een uh, enorme vooruitgang door deze activiteit uh, we zitten nu bijna in de top 100 van de wereld, om er in de top 100 zelf te geraken hebben we toch nog wat uh, punten nodig, uh, de helft erbij dus dat is niet voor direct, maar toch ik moet zeggen, een heel vooruitgang excuseer <coughs> Ik heb nogal last van mijn keel de laatste tijd. Maar toch, um, ik weet totaal niet meer wat ik wil zeggen. Uh, qua troepen uh, zijn we toch als aanvaller 1,39 miljoen. Is een aantal niet zoveel, want ik zie er niet zoveel aan. Qua verdediger ben ik ietsjes gestegen de laatste dagen. Maar uiteindelijk niet zoveel, want ik werd amper aangevallen. Dus totaal, um, mijn totaal ligt niet zo hoog. Uh, omdat ik gewoon weinig deed. Dus ik, uh, ik viel aan op mijn gemak. Uh, dus ja. Qua prestaties zijn de laatste dagen een beetje gestegen. En gezien dat ik, of, ik, heb nu, oh, ik heb heel wat prestaties gehad. Voor mijn. <laughs> Excuseer, maar het gaat niet meer. Uh, voor het verdedigen en zo niet zoveel, maar toch. Uh, een paar dingen. Uh, we hebben ook de prestatie van Godmacht van de Dag gehad, wat toch iets zou zijn dat ik uh, wou halen. Uh, al een tijdje. Voor de andere prestaties van de dag gaat het een beetje moeilijker worden. Aanvallen van de dag. Uh, volgens mij gaat dat zeker niet het geval zijn, want ik ben geen aanvalstype op deze wereld. Verdediging van de dag wie weet als ik serieus word aangevallen. Maar plunderaar van de dag zeker vast niet. Niet genoeg dorpen in de regio. En uh, de plunderaar is hierover, dus dat is uh, zeker geen optie, maar ik heb toch eentje gehad. Dat uh, is toch al iets, ik ben er 4 op. Um, vervolgens, wat wou ik nog zeggen. We hebben dus 10.000 goud moeten gehaald, wat een mijlpaal voor mij is. Ik word serieus aangevallen, maar ook de persoon die mij het grootste deel aanvalt is. Uh, professor Kist ik heb daar een gesprekje mee gehad um, en uh, er zal misschien nog iets komen met deze speler ik ga het zo laten tot nu toe maar um, ja, wie weet um, gaat er iets uitkomen ik zeg niet meer dan dat, het is een beetje een cliffhanger uh, voor de volgende aflevering of afleveringen uh, wie weet uh, vervolgens wat moest ik nog zeggen, want uh, de stam heb ik nu gezien. We hebben heel wat nieuwe leden die komen. We hebben mijn profiel bekeken. Ik ga daar niet naar het voorhoofd gaan. Het uh, profiel hebben we nog niet bekeken eigenlijk, maar we uh, kunnen zien mijn groei. Qua dorpen niet meer zoveel de laatste dagen. Omdat ik uh, gewoon minder tijd heb ervoor. En minder zin heb om nog veel te gaan edelen, Ik heb nog. Een aantal dorpen te edelen, maar daar blijft het bij. Ja, punten van de stam een diepje gehad, maar het groeit weer. Buitgemaakte grondstoffen uh, niet meer zoveel. Verslagen theestands, anders ja, bijna niets. Um, en dan zijn we ongeveer rond. Ik denk eventjes na of, toch, of dat ik nog iets moet zeggen, maar volgens mij niet. Premium account is wel bijna over, dacht ik. Tot wanneer heb ik mijn premium account afgelopen? Op. Binnen, eventjes kijken, we zijn op 22ste vandaag. Binnen vier dagen is mijn premium account dan volledig verlopen. Spijtig genoeg. Maar... Um ik kan het nog verlengen, want ik heb premiumpunten zeker vast. Ik ga misschien, ik zeg wel, misschien naar WWO 40 gaan om premiumpunten te gaan wisselen voor grondstoffen. Of om een keer grondstoffen gaan inwisselen voor premiumpunten, zo heb ik meer premiumpunten. Maar ik moet nog zien voor een toekomst, want er zou verandering in kunnen komen. Uh, ook qua koos en dergelijke, want mijn account begint groot te worden. Eens je een miljoen punten hebt. Zeg het, het kan vroeger, zeker en vast, kan van in het begin. Maar vanaf een miljoen punten heb je meestal toch een co nodig, of je moet er zelf heel veel tijd in steken, wat ik niet per se elke dag heb. En dus de veranderingen kunnen zijn dat ik koos. Ik heb wel mogelijke koos, maar dat moet ik nog uh, zelf gaan zien hoe dat het geregeld zou worden. Dus uh, daarover later een beetje meer info. Krijg je laat een kleine like of comment is altijd welkom en ik zie dan in aflevering 26 waar we toch een beetje uh, gaan zien hoe de aanvallen zijn verlopen toch van uh, Bistelux want dat is binnen een paar dagen dus tegen dan week houd ik nog eens normaal gezien ja zo zeggen uh, dus zoals ik zei een kleine like of comment is, uh, een kleine comment en ik zie dan in aflevering 26 tot dan.